De kipsector in Suriname zal zich binnenkort moeten houden aan een technisch voorschrift. Dat betekent dat de sector verplicht zal worden zich te houden aan een standaard die de kwaliteit van het product en de gezondheid van de mens waarborgt. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is hierover reeds gesprekken gestart met kipproducenten en importeurs. Afgelopen donderdag heeft minister Ferdinand Welzijn in het actualiteitenprogramma Panorama bevestigd dat er intensief wordt gewerkt om de sector te ordenen. Dus er moet een wisselwerking zijn tussen ondernemers en consument. Mm-hmm. En met name proberen wij de ondernemers te bewegen om een beetje rekening te houden met de koopkracht van de consument. Het feit dus dat wij uit een malaise komen en dat dus wij in de afgelopen periode onvoldoende aandacht hebben gegeven aan productiviteit in onze economie. Een maatregel om te komen tot het technisch voorschrift is bijvoorbeeld dat kipdelen niet meer herverpakt mogen worden. De minister is namelijk van mening dat zowel de producent als de consument zekerheid moet hebben. We hebben de afgelopen periode met de medewerking van de totale regering en met name ook de staf op het ministerie de focus gelegd op twee sectoren. De pluiveesector en toerisme sector. Het is wel zo dat er verschillende sectoren zijn waaraan je aandacht kan besteden. Maar als je kiest voor deze twee sectoren, en met name zeggen de pluiveeindustrie, dan probeer je de hele keten vanaf een ei tot een kip. En wat was er eerst, kip of ei? Dat is een hele discussie. Ja. Maar het gaat erom van dat je dus die hele keten vanaf een broed ei tot in feite een kip op je bord, dat die hele keten moet je in de gaten houden. Mm-hmm. En we praten dus met alle stakeholders regelmatig overleg om gedaan te krijgen dat deze sector die de potentie heeft om te groeien, om de lokale economie eigenlijk te boosten, om deze sector te stimuleren. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme over de ordening in de pluimveesector.